Het gebeurt helaas wel eens vaker dat de piano's vernield worden. Sinds 2014 hebben we stationspiano's in Nederland. Die staan maar op 19 stations. Treinreizigers konden zaterdagavond nog genieten van pianomuziek op Nijmegen Centraal. Maar op zondagochtend was de piano verwoest. Een mogelijke dader, een 20-jarige man uit Rhenen, is opgepakt. Ja, wij zagen zondagochtend vroeg via cameratoezicht de piano gesloopt was. Nou, de politie is gekomen en heeft iemand aan kunnen houden. Wat wij dachten op het moment dat die piano kapot was, is natuurlijk enorm balen. Want zo'n piano betekent gewoon heel veel voor reizigers en voor het station. Het is natuurlijk altijd heel leuk als je een muziekje hoort. Er zijn mensen die heel vaak gebruik maken van die piano. Dus bijvoorbeeld wekelijks hierop kunnen spelen. En het verbindt mensen ook echt. Er wordt afgesproken bij de piano. Mensen komen hier gezamenlijk heen. Soms wordt er met elkaar gezongen. Ja, dat is natuurlijk onwijs ontzettend leuk dat dat zo kan. En daarom is het ook echt enorm balen dat die piano nu kapot is en niet gebruikt kan worden. Deze Nijmeegse piano is niet de enige buiten piano. Gelukkig zijn er nog 18 anderen waar het goed mee gaat. Het gebeurt helaas wel eens vaker dat piano's vernield worden. Sinds 2014 hebben we stationspiano's in Nederland. Die staan maar op 19 stations, waaronder dus Nijmegen. Nou, over het algemeen gaat dat gewoon hartstikke goed en mensen maken daar gebruik van. Weten ook echt wel dat ze niet zomaar aan andermans spullen moeten gaan zitten om het te vernielen. Nou ja, dat nu wel gebeurt, dus is echt enorm balen. Veel reizigers laten weten dat ze de piano missen. De NS is dan ook van plan om snel weer een vervanger op het station te zetten. Ja, wat wij natuurlijk hartverwarmend vinden is om te zien dat er nu ook al een bloemetje hier bij de piano ligt. Dat geeft aan hoeveel zo'n piano betekent ook voor de reizigers. Ja, wat wij natuurlijk zo snel mogelijk willen doen is hem vervangen. En als er mensen zijn die bepaalde initiatieven daarin hebben, ja, kom vooral ook bij ons op de lijn. Zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat de piano weer in het station terugkomt en ook onderdeel blijft van Nijmegen.